Welcome to the official Eurovillage podcast series, hosted by Rotterdamse Nieuwe, live from het Nieuwe Instituut. Give a warm welcome to your hosts, Pim Roggeveen en Hugo van der Kooi. Welkom bij de Eurovisie Eurovillage podcast. Ik ben Hugo van der Kooi, tegenover mij zit Pim Roggeveen, mijn steun en toeverlaat. Leuk om weer te zijn. Heel leuk. We zitten hier in het prachtige Nieuwe Instituut met uitzicht over de stad. Salmhaventoren wordt daar gebouwd. Pal naast het depot. Ik heb er dus op vervelende plekken een podcast op mogen nemen. Echt fantastisch. En bij ons aangeschoven zijn Naomi Brandwijk van Veenman Plus. Zij is verantwoordelijk voor het prachtige kookboek van Eurovisie. Dus de Taste of Rotterdam heet het ook wel. De smaak van Rotterdam. En hier naast mij zit Anne Bloemendaal van Flowerdales Agency. Allebei een eigen, hele speciale rol binnen het hele Eurovision gebeuren. En ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal in petto hebben en het hele verhaal achter jullie. Ik wil eigenlijk met jou beginnen, Naomi. Yes. Jij werkt bij Welkom allereerst. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Hartstikke leuk. Veenman Plus. Ja, klopt. Wat is dat? Veenman Plus is een Rotterdams communicatiebedrijf. Wij doen eigenlijk alles wat met communicatie te maken heeft. Voorheen traditionele drukkerij en nu begeleiden we eigenlijk volledige projecten. Zoals boeken bijvoorbeeld. Zijn ook de initiatiefnemers van Gers, Smaakmag en Onze Haven. Dat is een magazine over de Rotterdamse haven. En zijn vorig jaar een uitgeverij gestart, Kiosai. En ja, eigenlijk met het team van Veenman Plus en Kiosai hebben we dit mooie boek gemaakt. Ja, want ik heb hem hier voor me. En we hebben natuurlijk ook nu beeld, in plaats van alleen maar audio. Even voor de kijkers thuis. Dus laat hem even zien. Ik laat hem even zien aan de kijkers thuis. Dit is je hebt de Engelse. De Engelse en de Nederlandse is dan met je smaak. Want, kijk, het ziet er prachtig uit. En aan de binnenkant, ja, een prachtig exemplaar. Hoe is dit tot stand gekomen en wat is het idee erachter? Wat vertel eens. Ja, het is alweer even geleden, maar Rotterdam Make It Happen klopt eigenlijk bij Edwin Vekens aan, dus mijn directeur. Daarmee maak ik ook heel veel van dit soort projecten. En eigenlijk gaven zij aan dat ze voor het Songfestival iets met eten wilden doen en met een boek. En, kom je al gauw bij een kookboek terecht. Kom je al gauw bij een kookboek terecht, ja. Nou, dat was in eerste instantie dus ook het idee, echt het maken van een kookboek. Maar we kwamen er eigenlijk al snel achter dat, ja, met alleen eten doe je Rotterdam natuurlijk tekort. Er zijn nog zoveel meer ingrediënten waar we graag iets over wilden delen. En nou ja, ik denk ook wel dat Songfestival het moment is om dat te kunnen doen. Ja. Om de stad een podium te geven als het ware. Dus er staan 41 recepten in, of gerechte recepten van topchef Terry Priem van Gastrobar Ster. En het leuke aan die recepten is dat ze eigenlijk allemaal een Rotterdamse twist hebben. Dus het zijn recepten van de deelnemende landen aan het Songfestival, maar met een Rotterdamse twist. En daarnaast dus ook verhalen van acht Rotterdammers over bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, muziek, kunst en cultuur, duurzaamheid en innovatie. Dus nou ja, eigenlijk gewoon een visitekaartje van de stad. En wat is dan die Rotterdamse twist als het gaat om de gerechten, de internationale gerechten? Terry heeft echt met lokale producten werk, dus bijvoorbeeld van Schmid, Jordi's Bakery. Schmid Zevis, Jordi's Bakery. En zo nog ontzettend veel meer. En dat heeft hij supergoed gedaan. En wat ook heel leuk is, is dat hij voor Frankrijk heeft hij een eclair gemaakt. Mm-hmm. Een 010 eclair. Dus echt een Rotterdamse eclair met groen-wit. Staat ook in het boek. Super tof. Prachtig. Ja. En van de ene hele kleurrijke product en naar de ander. We komen straks bij je terug over het boek, want ik wil er nog veel meer over weten. Maar aan mijn rechterkant zit Anne Bloemendaal van Flowerdales Agency. Voor de luisteraars thuis, wat kun je iets vertellen over Flowerdales? En wat is jouw rol binnen het hele Eurovision verhaal van dit jaar? Flowerdales Agency bestaat nog niet zo lang. Het is eigenlijk een beetje bijzonder agentschap. Ik werk met heel veel verschillende fotografen. En ik verkoop niet hun werk, maar ik probeer juist hun autonome werk te versterken. Fotografen hebben het vaak moeilijk om toch hun autonomie, hun eigenheid te bewaren. Waardoor je eigenlijk als kunstenaar, fotograaf jezelf gaat uithollen. Je maakt eigenlijk alleen maar het werk wat mensen al kennen, waardoor je weinig stappen voorwaarts blijft zetten.
Maar bedoel je dan dat mensen om de rekening te betalen gaan fotografen meer commerciële opdrachten aan in plaats van de creatieve vrijheid? Moet ik het zo zien? Of? Ja, je wordt gewoon geboekt voor het werk dat mensen al van je kennen. En er zijn weinig mogelijkheden om daar uit te breken. En dat verarmt je heel erg. En daar krijg je daarna toch ook weer de rekening voor gepresenteerd. Omdat je dan te weinig vernieuwend werk laat zien. En voor je het weet ben je gedateerd. Ja, dat is een cirkel waar je... Ja, het is een soort... Een vriend van mij die heeft het altijd over de poreuze cirkel. Geen visuele cirkel, maar de poreuze cirkel. Want er stroomt ook een heleboel energie uit. Ja. Dus vandaar de poreuze cirkel. En wat betekenen jullie als agency voor dat soort fotografen? Ik begeleid fotografen in het ontwikkelen van eigen projecten. Dat zijn fotografen uit Rotterdam, maar ook uit andere steden. Heel veel gaat het over big up yourself. Je bent al groot, kom op, zet die stap en je kan het best. En niet zo onzeker, laat zien wat je kan. Ja. Stap op een podium, maak gebruik van alle podia die er zijn. Presenteer je werk. Werk wat op een harde schijf ligt te slapen, dat kent niemand. Vat het samen, breng het naar buiten, op die manier. Heb je een voorbeeld van een fotograaf die nu bekend is en die door jou op zo'n podium gehesen is? Kennen we iemand? Nou ja, er zijn nu natuurlijk een heleboel fotografen met dit project weer op het podium gezet. We hebben daar ook wel een dwarsdoorsnede voor gezocht. Een jongste fotograaf van 25 en de oudste 75. Kijk. En die komen nu allemaal weer onder de aandacht. Dus dat zijn ook manieren waarop je fotografen zichtbaar maakt. Ja. Omdat ze gewoon allemaal dezelfde opdracht hebben gekregen. Fotografeer een zingende Rotterdammer. Het beeld moet liggend zijn en dit is de quitclaim. Veel plezier. En wat is jouw persoonlijke connectie met het medium van fotografie? Ik ben in 2012 begonnen met De Kracht voor Rotterdam. Ja. En, voor de luisteraars thuis, wat is voor die dat niet weten? Wat is de Kracht van Rotterdam? Kracht van Rotterdam is eigenlijk een jaarlijks terugkerende stadsexpositie waarin 12 Rotterdamse professionele fotografen werden geselecteerd in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Mm-hmm. En die leeftijd hebben we ook echt toen bewust gekozen, omdat je dan ook een eigen signatuur hebt waarop geselecteerd kan worden, zodat je weet wat je kan verwachten. En die expositie is eigenlijk 9 edities zijn er geweest. 2019 zijn we ermee gestopt. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk gewerkt met 80 verschillende fotografen. En dat zijn er dan best veel. En op een gegeven moment ben ik ermee gestopt van of iemand anders moet gaan doen. Of... Mm-hmm. En toen zei een van de fotografen van je moet een agentschap beginnen. Ja joh, agentschap. Een gepasseerd businessmodel. weet je, Google is je beste vriend en zoek en klik. Mm-hmm. Deze manier die past wel heel erg goed. En het is enorm leuk om te doen. En het werkt ook. En dat is heel erg leuk. En waar zien we het creatieve werk terug van de fotografen die jij een podium biedt? Kijk, er zijn fotografen die zijn op dit moment hebben ze een groot boek uitgebracht en zijn bezig met een expositie. En ik ben daar heel erg op de achtergrond als coach aanwezig. Mm-hmm. Er zijn ook fotografen die ik begeleid bij het aanvragen van subsidies. Maar er zijn ook fotografen die ik waar ik gewoon projectplannen mee maak. Dat je zegt, in plaats van 1 communicatiemoment kunnen we er geen 10 communicatiemomenten van maken. Dat er 10 verschillende invalshoeken van een bepaald statement worden verkend, waardoor je dus eigenlijk 10 momenten hebt om daarmee naar buiten te komen en jezelf dus weer in de kijker te spelen. En voor Eurovision natuurlijk, en daarom zit je hier, heb je ook een mooi project gedaan. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, dus project Rotterdam Zingt. We hebben 25 fotografen geselecteerd en die hebben 50 zingende Rotterdammers gefotografeerd. En die zijn te zien op hele grote billboards in de stad. Op 75 verschillende plekken. Dus 25, 50, 75. Crazy. Ja. En van wanneer tot wanneer is dat te bewonderen? Want dat is gewoon publieke kunst ineens in de buitenruimte. Ja. Het is vanaf gisteren zijn de laatste neergezet. Tot en met het Songfestival staan ze overal in de stad. Ik heb er al een paar gezien hoor. Goed zo. Ja, zeker. Welke heb je gezien? Het zat er eentje bij Oostplein, volgens mij. Die heb je gezien. Ja. Dat was de enige, volgens mij.
Je zag een paar. Dat was één. Nee, dus één. Eén is twee. Ja, één dan. Nee, het is meer, ik zag ter voorbereiding natuurlijk voor deze podcast heb ik een aantal beelden gezien die heel herkenbaar terugkwamen. Want is het nou ook zo dat jullie connectie hebben met Geef Me de Ruimte of is het weer... Nee, dat is een ander initiatief. Oh, dat is een ander initiatief. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Even scherp zijn, heel goed. Ook met foto's. Ook soms. Met foto's. Ja, ik en weet tot, het niet precies. Tot wanneer hangt het in de stad? Tot na het Songfestival, dan gaan ze weg. Nou, dat is vrij kort eigenlijk. Dus moet er snel bij zijn. Ja, nou, ik heb wel begrepen dat er een Noord- en een Zuidroute komt, waardoor je eigenlijk via de website van Open Up to Rotterdam alle trotters kan gaan zien. Een fietsroute of een autoroute of een metroroute, ik weet niet precies hoe dat precies wordt gedaan, maar die wordt wel bekendgemaakt met alle foto's die er te zien zijn. En dat, ja, daar kan je ze in ieder geval zien. En ja, binnenkort ook op een heleboel andere plekken. Vanochtend heeft Rijnmond er ook aandacht aan besteed. Oh ja, zag het, ja. De landelijke en regionale dagbladen gaan er ook aandacht aan besteden. Dus dat is wel heel tof, met vooral heel veel beeld. Ja. Dus, en dat is dan ook weer heel tof voor al die fotografen, maar ook voor die zangers. Want er zijn echt... Een aantal met debuutsingles of net een nieuw nummer uit. Of er zijn ook daar hebben we echt veel jong talent gevonden. Dus dat is, oh, het is leuk. Niet, het zijn niet zomaar random Rotterdammers die... Of in de zin van willekeurig van... Ook. Zit het ook is heel erg aan de fotograaf. Hè, wat ik net zei, de briefing, een zingende Rotterdammer. En zo hebben we Lee Towers, maar ook bijvoorbeeld Ian Sevier, die vrij nieuw is. Anna M. Rose, die ook nieuw is. Jong en oud, alles door elkaar. Loes, Luca, Lee Towers, Broederliefde, ja, weet je, you name it. Jordi van de Ligt in de fietskelder. Echt prachtige gele foto. Echt vet. Een rockende Jordi, alle dynamiek van Jordi. Die heeft hij ook zijn groene speedo aan? Net als in de video. Die filmpje aan natuurlijk op die boot, hoor. Ja. Nee, hij heeft wel blote kuiten. Ja, dat zal wel. Maar niet zijn speedo. Zo kennen we hem. Want dat gaat helemaal viral nu, heb je het gezien? Er worden zelfs hele gifjes en helemaal emojis gemaakt van die speedo. Dat gaat een hele eigen leven leiden. Echt fantastisch. Ja, maar dan kan je sterven, hè? Als je zegt, er is een gifje gemaakt van mij en mijn speedo. Tegenwoordig wel, eat your heart out. Echt, hey, over mooie beelden gesproken. In dat kookboek van jou, Naomi, er staan niet alleen maar recepten, maar wat mij opviel, is dat er ook prachtige beelden in staan. En ik zal het ook even aan Anne laten zien. Want je hebt er verstand van, maar dit is niet niks. Dat is niet niks. Want Timon... Sowieso de eerste pagina al, hè? Dat sowieso. Maar ik sla hem hier random open. Even gebruiken voor vandaag? Kijk, ik heb het altijd al willen zeggen. Welke camera is het? Welke is hem? Ik wil altijd gezegd hebben. Maar ik sla hem hier even open. En dit is toevallig Timon die hier een paar uur geleden nog voor aflevering 1 bij ons aan tafel zat. Met zijn muurschildering van Jean-Gu. Nee, dit is niet Jean-Gu. Dit lijkt erop. Dit is niet Jean-Gu. Het is wel in Noord. Ze kunnen heel snel drukken bij Veenman, maar zo snel hebben ze niet gedaan. Nee, het is niet Jean-Gu. Ik zie het nu. Hetzelfde stijl. Het is toch echt prachtig. Gratis promo, thanks. Dus zo, echt niet alleen maar gerechten, maar inderdaad ook de verhalen. Hoe was dat om achter die verhalen aan te gaan? Hebben jullie een gigantische redactie of kwamen ze... Gigantisch. Hey, ja. Twee personen. Het lijkt me echt... Je moet je echt beseffen dat dit boek, nou, zonder drukken dan, maar we hebben dit boek denk ik in 3-4 weken gemaakt. Dat meen je niet. Dus echt van niets naar iets. Er komt heel veel bij kijken. Anne, jij weet dat ook, want je maakt ook hele mooie boeken natuurlijk met fotografen. We waren eigenlijk op zoek naar Rotterdammers die staan voor een grote groep mensen. En ik denk dat Timon daar één van is. En we vonden het heel tof om hem, zeg maar, in zijn eigen omgeving te fotograferen. Rick Arnold heeft dat gedaan. Een van de fotografen waar wij veel mee werken. En ja, ik denk dat hij dat heel goed heeft gedaan. Nee, absoluut. Ja. Ja. Rick Arnold, ben jij bekend, Anne? Ja. Ja, dat is wel... Rhetorische vraag. Hey, dit jaar Songfestival is natuurlijk... De slogan is Open Up. Heeft veel betekenissen voor veel verschillende mensen. Dus kijk naar zo'n kookboek en hoe jullie dat gemaakt hebben. Hoe is dat naar voren gekomen daarin? Of heb je erover nagedacht? Ja. Nou ja, wat we hierin doen is... eigenlijk kan je het ook zien als een soort ode aan alle landen die meedoen. En ja, we willen ook andere mensen kennis laten maken met niet alleen de cultuur van Rotterdam, maar ook van die landen. In dit geval door middel van eten en het delen van recepten.
Je ontdekt echt mooie nieuwe dingen. Mm-hmm. Dus in het boek, maar straks natuurlijk ook in Rotterdam. Er gebeurt zo ontzettend veel. En ik denk dat we daar als stad gewoon heel trots op mogen zijn. Ja, liefde gaat door de maag. Liefde dat sowieso. Maag. En ik denk dat het ESF in zijn algemeenheid is natuurlijk één groot prachtig positief visitekaartje voor de stad. Zeker we zetten weten. met dit evenement gewoon Rotterdam op de kaart als het er al niet stond. Kunnen mensen dit trouwens ook even praktisch? Waar kunnen mensen dit kookboek mooi kookboek bestellen? Je kan hem online bestellen bij www.kiosai.nl. Naast Nederlands, dus ook in het Engels verkrijgbaar. Ja. En het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel. Ah, okay. Ik zag trouwens een paar weken geleden zag ik op LinkedIn of Facebook voorbij komen dat hij hier officieel overhandigd werd voor de countdown-klok. We hebben de klok omgedraaid. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar... En daar hebben we inderdaad het allereerste exemplaar overhandigd aan Sietse Bakker. Ja. De man van het Songfestival. Ja. Executive producer. Ja, ja, super tof. Ja. En ik wist zelf eigenlijk niet zo goed wie hij was. Nu inmiddels wel natuurlijk. Maar hij is dus echt als super jonge gast daar gestart. En het is natuurlijk heel tof wat hij zo voor elkaar krijgt en wat hij allemaal doet. En ja, dan nu in Nederland, ook zijn land zeg maar. Ja, ik vind dat wel speciaal. Dat was een mooi moment, ja. Is dit, kunnen we het een limited edition noemen? Hoeveel oplagen zijn er? Dat zou wel eens... Jeetje. Fact-check vraag. Net als die sjaals, die worden gewoon niet verkocht, hoorde ik laatst. Ik ben heel blij. Serieus? Dat ik eentje, ja, oh, nee. Wow. Hoorde ik dat. Volgens mij zijn er iets van 5000 gemaakt. Oké. Deels ook voor alle partners en pers van het Songfestival natuurlijk. Maar ja, er is nog genoeg op voorraad. Dus worldwide shipping. Bestellen. Worldwide shipping. Nou, we krijgen echt ook uit andere landen dus die erin staan al bestellingen binnen. Vet. Dus, dat is een mooie bevestiging. En voor de show hadden we even een kort ideetje. Lijkt me wel heel leuk om te doen, om er een paar te verloten onder de luisteraars. Zeker. Ja. Kom zo op terug. Anne, wat betekent Open Up voor jou vanuit het project ook? Nou, het is heel erg vanuit het project, maar eigenlijk ben ik daar met de Kracht van Rotterdam en daarna met het Beeldfonds ben ik daar altijd wel mee bezig geweest om iedereen in beeld te brengen. Ik vind heel erg dat iedereen het verdient om in beeld te zijn en in beeld te blijven. Het is ook uit het oog, uit het hart. En er zijn hier heel veel mensen die buiten beeld vallen. En dus vandaar dat ik het altijd heel erg belangrijk vind om mensen in beeld te houden. En die vraag ook vooral bij fotografen neer te leggen. Want zij zien meer dan wij vanuit ons kantoor of vanuit deze locatie hier. Ja. Ze hebben een heel eigen netwerk, vandaar dat die briefing ook zo open was. En op deze manier maak je kennis met andere culturen en met andere levenswijzen, andere momenten en andere vormen van zingen. En in hoeverre is volgens jou Eurovisie bij uitstek het evenement wat precies past in het verlengde van die visie die je nu op tafel legt? Ik weet niet in hoeverre dat de visie is van Eurovisie. Dat weet ik niet. Mm-hmm. In de zin van, het is niet dat ik denk wel of niet, maar ik weet het gewoon niet. Ik denk wel dat het heel erg een visie is die in het hele project zit, zoals het op dit moment door de stad wordt opgepakt. Ja. Het zit wel heel erg... in alles wat alle projecten willen uitstralen. Om vooral heel erg open-minded naar de mensen om je heen te zijn. En daar oprecht liefdevol nieuwsgierig naar te zijn. En belangstelling te hebben voor elkaars keuze, leven, gedachten. En dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Ja. Dat je daar vooral in moet blijven verdiepen. En of je dat nu doet met fotografie of met muziek. Daarin komt het denk ik samen. Ja, mooi. Wat is jouw... Heb jij een favoriet beeld? In de expositie een beetje gewetensvraag natuurlijk, maar... Nou, en het grappige is echt... Ik heb de laatste paar dagen best een aantal interviews gedaan en ook zij stelde deze vraag. En de vraag wordt eigenlijk altijd gesteld. Nou, jouw persoonlijke voorkeur bedoel je? Ja, en ik heb hem eigenlijk niet. Het toffe is dat zowel de fotografen als alle mensen die gezongen hebben, echt het uiterste hebben gegeven om tot een prachtig mooi beeld te komen. Mensen die zijn in totale styling gegaan. Er zijn hele opnames genomen in studio's. Mensen hebben echt de gekste dingen uitgehaald. Maar ook dat mensen gewoon toestemming hebben gegeven om
kinderen op kleuterscholen te laten fotograferen. En te zeggen van nou, maak die foto maar, want we vinden dit belangrijk. Ja. En we zijn in het leger des heils, heeft iemand foto's gemaakt. Maar er is ook, ja, weet je, het is zo ontzettend breed. Ik hoorde, er was een foto gemaakt van een familie die zit op de bank een Turks liedje te zingen. En ik vraag dus, wat is de tekst? En ik denk daarna van, oh, wat leuk, een kinderliedje. Nee, 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 het is een break-up song. Oké, dankjewel. Nou ja, dat soort dingen, ja, dat vind ik echt heel erg leuk. En we hebben ook een, en die vind ik dan ook wel weer erg grappig, een Surinaams zangvogeltje. Want dat is natuurlijk ook zingen. Ben je zelf fotograaf eigenlijk? Nee, ik kan geen foto maken. Dat is wel heel grappig. Ik heb zelfs, toen ik een bank wilde verkopen op Marktplaats, toen was ik zo stom om die dan ook nog op Insta te zetten. Van, joh, maak me los met mijn bank. En toen kreeg ik dus commentaar van, kan je die bank even recht zetten? Ik denk, koop die bank. Ik kan echt geen foto maken. En dat is ook wel heel overzichtelijk. Dan is dan de vraag aan Naomi, kan jij koken of niet? Kan ik koken? Of alleen maar boeken maken? Ja, precies. Ik kan koken, ja. Kijk, nee, ik heb vooral een vriend die heel goed kan koken. Dat is echt ideaal. Die is van Molukse afkomst. En ja, die maakt altijd met trots de gerechten van zijn moeder en zo. Dus ik ben eigenlijk een beetje verwend. Echt, maar hè? Ik hou zeker van koken. Wat is het volgende avontuur na dit kookboek? Jeetje, ja, er lopen alweer heel veel avonturen. We hebben onder andere een kookboek gemaakt met Shirma Rouse, zangeres Rotterdamse. Ja. Staat ook in dit boek, maar zij heeft dus ook haar eigen boek gemaakt, Shirma's Soul Kitchen. En dat boek komt uit op 4 mei. Dus dat is volgende week eigenlijk. Mm-hmm. Achter de schermen alweer met heel veel andere mooie projecten bezig. En wat tof is, met Veeman Plus doen we nog veel meer voor het Songfestival. Dus, namelijk? En nou ja, allerlei boeken voor backstage en drukwerk en noem maar op. Dus eigenlijk, ja, voordat dit boek er überhaupt kwam, waren we al heel lang met Songfestival bezig. Dus gaaf. Heb jij wel geslapen in de periode van de productie? Ik heb zeker geslapen, maar ja, soms moet je doorhalen, ja, toch? Soms moet je doorhalen, ja. Ik vind dat wel tof, weet je. Dat zegt ook iets over Rotterdam, maar ook over de Rotterdammers. Je flikt het toch maar met z'n allen. En ja, wij zijn natuurlijk niet de enigen die een bijdrage in het boek hebben geleverd. Dat zijn heel veel mensen. En dat is tof. We hebben wel te maken met. Het is wel een Rotterdamse tafel heel de dag. Want we zaten net dus met Timon aan tafel. Die heeft gewoon die Mishangu, dat kunstwerk in 12 dagen gemaakt. Dat is ook achterlijk snel natuurlijk. En jullie dit in vier weken. Dat is ook extreem snel. Echt prachtig, prachtig geworden. Ik heb nog wel één vraag voor Anne trouwens. Je zei net dat de selectie van fotografen, of van mensen die gefotografeerd zijn, dus Broederliefde en Litouwers, maar ook jonge mensen en zo, dat is super divers. Maar hoe zijn jullie het selectieproces ingegaan wat betreft fotografen? Ja, ik vind het wel belangrijk om te werken met professionele fotografen, omdat je dan weet dat dingen goed geregeld zijn. Ja, je moet denken aan quitclaims en dat mensen weten waarom ze gefotografeerd worden, waar ze zichzelf tegen kunnen komen. Dus dat is een ding. Daarnaast vind ik het ook fijn om professionals bekend te maken en op dat podium te zetten, zoals ik net al aangaf. Zijn het dan alleen maar aankomende talenten of zaten er ook een paar gearriveerde namen? De fotografen? Ja. Nou, zeker. Ik bedoel, Vincent Mensel is wel behoorlijk gearriveerd. Die heeft meegedaan en hij is dan ook de oudste deelnemer. Bas Sewinski heeft meegedaan, maar Sander Donders heeft ook meegedaan. Mark Bolk heeft meegedaan, Rosa Quist, maar ook Frank Hanswijk. Ja, weet je, 25 toppers. Het zijn echt allemaal hele toffe fotografen die het ook met heel veel plezier hebben gedaan. En door daar in een, we hebben gekeken naar leeftijd, we hebben gekeken naar man-vrouw, dat het niet alleen maar mannen waren of niet alleen maar vrouwen, daar hebben we naar gekeken. En we hebben achter de schermen hebben we een soort schema bijgehouden wie wat ging fotograferen, zodat we daar een diversiteit in zouden zien, dat je niet 5 keer karaoke krijgt en 3 kinderliedjes en 6 kinderkoren. Weet je, dat je gewoon wel zegt van nou, die hebben we nog niet en die hebben we nog wel. We hebben één TikTok-dansje, één afwas, één slaapliedje, weet je. Dus
daar hebben we wel heel goed naar gekeken. Maar het is wel leuk dat we bijvoorbeeld de mannen die gefotografeerd zijn in het huis van het leger des Heils hier in Delfshaven, die zingen het liedje van Broederliefde. En Broederliefde is dan weer door iemand anders gefotografeerd. Dus in die zin komt het dan toch ook weer rond. Cirkel is weer rond dan. Ja, en ook Lee Towers werd gezongen door Cor Karaoke. en Lee Towers werd dan ook weer door Mark Engelen gefotografeerd. Dus in die zin gaat het dan toch heen en weer. Gaaf. Ik ben wel benieuwd hoor. Ik ga een route, als die routes bekend zijn, dan ga ik fietsen. Of zeker. Ik ga gewoon op zoek. Ook dat weet je, dat gewoon georganiseerd wordt. Je moet toch op een andere manier dit jaar dingen gaan doen. En het is een hele mooie oplossing. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, als wij niet naar de kunst kunnen, dan halen de kunst wel naar ons toe. In die zin is het denk ik ook wel leuk om gewoon... op Instagram staan ook bijvoorbeeld een heleboel behind the scenes filmpjes. En dan hoor je ook en dan zie je ook wat het betekent om op te treden in een lege Walhalla. Er is een heel mooi filmpje van een foto van Frank Hanswijk, die daar Louis Windzak, de oude Sol, eigenlijk de Surinaamse Otis Redding fotografeert. En dan zie je dus een volledig leeg Walhalla met bovenin een eenzame geluidsman. Die dan toch zorgt dat het geluid van Louise goed is. En dat Frank die foto kan maken. Dus toch, fotografie is in mijn mening zo'n bijzonder medium. Omdat het zo een tijdgeest weet letterlijk vast te leggen. Natuurlijk, dit is iets waar we na 5 jaar gaan we hierop terugkijken. En dan zie je een leeg Walhalla. En laten we hopen dat we het dan tegen die tijd niet meer kunnen voorstellen. Maar het is zo'n tekenend beeld, lijkt me. Zo'n gewoon lege zalen waar dan één man in zijn eentje je ziet dat niet op de foto overigens, want je ziet de foto van Louis Windzak, zie je eigenlijk, kijk je naar buiten, waardoor je de haven ziet. Dat stuk daar. Dus je kijkt eigenlijk op de torens aan de overkant in een prachtig mooi licht. Dus de lege zalen, die hebben we niet gezien. Maar we hebben wel bijvoorbeeld een livestream opname van een artiest, wat dan wel een heel erg tijdsbepalend beeld is. Ik ben heel benieuwd. Het kookboek is natuurlijk online te koop. Worden er posters nog gedrukt van die beelden voor de echte liefhebber? Of? Nou, ik hoop eigenlijk dat we het hele project kunnen bundelen. Het zijn natuurlijk 50 prachtige foto's. Met daarin eigenlijk een doorsnede van zowel het zingen in Rotterdam als de fotografie in Rotterdam. Dus ik hoop dat we een boek van kunnen maken. Ja. Zit hier toevallig een boekmaker aan tafel? Ik vind het wel. Je werkt zo lang naar zoiets toe. En door middel van een boek. Kijk, die foto's, die billboards worden straks weer weggehaald. Maar door middel van een boek maak je het wel tastbaar. En kan je het ook op een later moment nog een keer erbij pakken. Ja. Maar dingen kosten geld. Dus zeker. Zo simpel is het. Ja. Nou, dus als er nog een luisteraar thuis zit met een zak met geld, meld je aan. Ja. We kunnen nog wat gebruiken voor een prachtig fotoboek. Ja. Mag ik jullie danken? Ja, jullie voor jullie aanwezigheid. Jullie prachtige dank jullie wel, dames. Verhaal. Ik heb nog één laatste vraag die ik eigenlijk aan iedereen wil stellen. Wie gaat er winnen dit jaar? Wie gaat er winnen dit jaar? Een poeltje maken. Ja, echt. Het is echt een soort van voorspelling moeten we doen. En aan het einde van de rekening wel, even kijken wie er gewonnen heeft. En dan krijgt diegene een kookboek. Of die geeft wel mee natuurlijk. Gaat Jean-Guy het redden? Ja. Er is maar één goed antwoord. Ik ben sowieso voor Nederland. Ik ben geen enorme songfestival gek. Vloek in de kerk. Dat mag toch gewoon eerlijk zeggen. Ja, ik hoef me niet eerlijkheid is wel fijn. Maar ik vind zijn nummer wel lekker eigenlijk. Nou, daar ga je al. Anne, fan? Ja. Ik zei net al, toen werd er gezegd, is wel een leuke quote. Ik was helemaal verbaasd dat het Songfestival elk jaar is. Ik dacht dat het eigenlijk één keer in de 4 jaar was. Dat was de Olympische Spelen. Ja, er zijn er nog veel meer hoor, Anne. Dus schaam je alsjeblieft niet. Ja, dus wie gaat er winnen? Ja, wie doen er mee? Nou, daarom maken we deze podcast. Staan allemaal in het boek? Lees het boek. Staan allemaal in het boek inderdaad. Ja, want ik hoorde dat Australië ook mee zou doen. Maar ze kwamen niet. Ik denk, joh. Ik dacht dat euro van... Ja, daar is veel discussie over. Ja, dat dacht over. Ik dus ook. Ja. Moet ik eerlijk bekennen, ja. Goed, we gaan hem afsluiten. De kans dat Jean-Guy volgens mij nog een keer wint is heel klein. Dat heeft alleen Israël een keertje geflikt, volgens mij, in mijn hoofd.
Ik wil je hartstikke bedanken hiervoor om hier aan tafel te schuiven in deze inspirerende locatie en ruimte. Ik ga zeker even kijken om het boek te bemachtigen online, zowel in het Engels en het Nederlands. En stap de fiets om al die mooie foto's in de stad te bewonderen. Hugo, bedankt. Pim, bedankt. Thanks. Hoi. Dankjewel. Did you enjoy this show? Don't forget to subscribe and share it with your friends and family. Open up to Rotterdam.